Goedemorgen allemaal en welkom bij een nieuwe weekvlog. Ik ben echt net wakker, maar ik heb besloten om even niet te douchen, gewoon meteen even te wassen, sportkleren aan te doen. Want het is een nieuwe week en ik moet lekker naar de sportschool. Maar ik wil dus ook weer aan mijn werk, edit, planning werken en gewoon lekker gaan knallen vandaag. Dat ga ik wel weer eerst doen. Mijn bijles van vandaag is afgezegd. Dus ze willen pas weer vanaf 8 januari bijles. Dus ik heb voorlopig geen bijles op maandag. Ja, het is een heel onzekere baan bijles geven. Maar wat dus wel heel leuk is, is dat we gisteren een HelloFresh box binnenkregen. Want ik heb deze week eindelijk weer een keer samenwerking. En weer met HelloFresh. En ben ik mega blij mee. Want we hebben iets nieuws wat we gaan doen. Wat ik heb bedacht. Ik had toch laatst in mijn vlog gezegd dat een vriendin van mij zei van, koken jullie elke avond? Waarom niet voor 2 avonden koken? En je ziet steeds meer mensen meal preppen. Dus ik heb gerechten uitgekozen die goed te meal preppen zijn. Ik heb het zo gedaan dat we dus elk gerecht voor 4 personen hebben. Zodat je dus 1 avond kookt en daar dan met z'n tweeën van eet. En dan kan de andere portie van 2 of in de vriezer of je eet het de dag erna of de dag daarna. En als we dan met z'n drieën zijn op dinsdag en woensdag, dan hebben we dus voor 4 personen gekookt, eten we met z'n drieën het op. En hebben we dus 1 portie over die ik bijvoorbeeld kan eten als ik alleen ben. Of die ik een keer als lunch kan eten. Of als H een keer naar voetbal moet of zo. Dus zo chill. En het fijne is dat vandaag er dus niemand hoeft te koken. Want we hebben gisteren dus gekookt. En dat in de koelkast bewaard voor 2 personen helemaal. Dat schuiven we in de oven en hebben we vanavond weer eten. Dus dat vind ik zo relaxed. Daar ben ik echt heel blij mee. Ik denk dat we dinsdag en woensdag zojuist weer wel gewoon lekker gaan koken. Want dan is mijn bonusdochter er ook. En dan ben je toch al bezig. Kan je toch niet echt werken. En dat dan in bakjes bewaren in de vriezer of in de koelkast. Dus heel blij mee. Mocht je nou ook HelloFresh willen proberen. Ik ben heel benieuwd of onder mijn volgers of jullie de HelloFresh gebruikers zijn of het gebruikt hebben. Nou, als je mij lang volgt weet je dat ik het echt al heel lang gebruik op en af. Maar nu vind ik het ook heel relaxed. Omdat ik natuurlijk met babbel op de hele tijd moet denken wat ik ga maken en met het eten bezig ben en boodschappen, recepten schrijven. En dat ik nu gewoon niet hoef na te denken wat we moeten eten, welk recept, maar ook de boodschappen niet. En je hoeft helemaal nergens over na te denken. Je weet al, de recepten liggen er al, de boodschappen zijn al in huis en ik hoef 50% van de tijd nog maar te koken. Nou, in ieder geval, laat misschien even weten als je leuk vindt of je wel eens HelloFresh hebt gebruikt of wat jij ervan vindt. En überhaupt of je ook meal prept en dat soort dingen los van HelloFresh. Maar ik heb een code voor jullie. Dit is dus wel alleen voor nieuwe HelloFreshers. Maar je kan tot €90 besparen op je eerste 4 boxen. Met de code FRESH90CHARLOTTE. Er komt ook een QR-code hier en dan kan je die scannen. Heel leuk. Dus ik hoef er niet de hele week over te praten. Maar ja, ik vind het gewoon zelf heel leuk om dit meal prep dingetje nu een beetje te ontdekken deze week. Dus ja, jullie zullen deze week er nog wel meer over horen. Omdat ik dat gewoon leuk vind. In ieder geval, ik ga nu lekker werken. Ik ga knallen en ik zie jullie later. Ik heb de eerste edit van Babbelhap al helemaal af. Ik heb mijn weekvlog al af. En verder zit ik hier echt zo helemaal in het donker thuis. Haak om zo thuis, maar ik heb dus niet gesport. En vorige week heb ik ook maar 2 keer gesport. Maar het is zo donker buiten en ik ben een beetje moe. Dus ik denk dat ik ga rennen voor het eerst in heel lang weer. En dat ik eventjes naar de zonbank ga voor de 2e keer. Want dat vind ik eigenlijk wel heel erg lekker. Dus dat ga ik nu doen. Het is zo koud. Het lijkt alsof het vriest. Het gaat bijna vriezen. Het gaat de hele week regenen. En wat een beetje dom van mij is, wist ik al, maar was het vergeten, is dat het heel hard ging regenen aan het eind van de dag weer. Dat het net juist even stil was. Dus dat ik net had moeten gaan rennen. Maar ik belde de zonnebank en er was nu meteen een bank. Dus ik dacht, ik ga wel eerst naar de zonnebank. En dan heb je het ziek heet daarna. Dus dan kan ik daarna lekker gaan rennen. Maar ja, als het zo hard een beetje regent, vind ik niet heel erg. Vooral als je daarna lekker naar huis gaat. Maar nu is het wel heel erg. Het komt ook met bakken de lucht uit. En het is ijskoud. Maar ik dacht als ik een sjaal over mijn hoofd doe en het regent een klein beetje. Dus ja, ik ga eerst naar de zonnebank en dan zie ik wel. Maar ik wilde eigenlijk ook misschien nog even langs de Action om van die leuke bakjes te kopen voor het meal preppen. Dat ik die HelloFresh gerechten dan echt... Nu heb ik het gewoon in een ovenschaal gedaan, zeg maar. Maar dat je dan echt leuk van die, ik zag het ook bij Monica, dat je echt leuk van die porties kan maken. Vooral als je dus voor 4 personen hebt besteld, dat je dus echt nog voor 2 personen zo'n leuk bakje. Kijk, wij eten natuurlijk met z'n tweeën, dus het kan ook samen in een bak. Maar ik vind het wel gewoon leuk. Om überhaupt even, want we hebben helemaal geen goede bakjes. Dat je het ook lekker kan invriezen, weet je wel. Hoe chill dat wij nu gewoon 50% van de tijd niet gaan hoeven te koken. Een dag dat ik geen zin heb om te koken of zo. Ligt er gewoon vers gemaakt eten in de vriezer. Hoe chill is dat? I love it. Het is net zoveel werk. Of je dat voor 4 of 2 personen kookt, is echt letterlijk evenveel werk. Ja, misschien iets meer snijwerk, maar dat is bijna niet. Dus ik ben heel blij nu al.
Daar zijn we weer. Ik ga dit nu niet gebruiken omdat ik dus zonnebrand op heb. En ik ga nog meer factor 30 hier smeren. Ze zegt dat je niet bruin wordt dan, maar jammer dan. Dan doe ik het gewoon voor mijn lichaam. Ik doe dit gewoon, want ik heb liever dat ik wit blijf en geen pigmentvlekken heb dan andersom. Dan maar alleen een bruin lichaam. Ook prima. En mijn wenkbrauwen smeer ik in het zonnebrand. Ik vond het echt heel chill. Ik ging toch, nou als je me langer volgt weet je dat, toen ik nog in Wees woonde ging ik in Diemen best wel vaak. Of toen ik in Muiden woonde. Ging ik best wel regelmatig naar de zonnebank en vond ik het ook best wel verslavend. En ik heb denk ik, ja dat was toen ik met Heel ging ook ja. Maar in ieder geval sinds Zoetermeer ben ik nu ook naar de zonnebank geweest. Want ik wilde er ook echt wel mee stoppen omdat het natuurlijk ook best wel slecht voor je is. Maar nu sta ik er een beetje in dat ik denk dat als je het, ik heb, nu is het 3 weken geleden dat ik ben geweest toch? Of 2? 3? In ieder geval als je het niet meer dan 2 keer per maand doet. En ik dus mijn gezicht insmeer met factor. Wat dus, waardoor je dus niet bruin wordt volgens hun. Maar oké. Okay, mijn lichaam wel. En je gezicht ook echt wel een klein beetje. Dan heb ik het gevoel dat, het niet zo heel slecht voor je is. Ik weet nog wel, vroeger als ik uit de zonnebank kwam. Dan voelde ik me altijd een beetje ziekig en oververhit. En dacht ik, het voelt niet goed. Maar hoe ik het dus nu doe door mijn gezicht in te smeren. En dus mijn gezicht zacht te zetten. En mijn lichaam wat hoger. Voel ik me eigenlijk nu heel lekker nu ik eruit kom. Dus... ja, als het zo voor mij werkt, dan heb ik toch 2 keer per maand even die vitamine D, vind ik dan wel lekker. Ik ga denk ik gewoon eventjes bij ons thuis zo onder die garages rennen, bedacht ik me nu. Want daar heb je echt maar een paar seconden dat je zeg maar in de regen staat en de rest ren je gewoon door de garages heen. En dan heen en weer, want ik heb ineens meer zin om te rennen. En al die krachttraining is super goed en fijn en gezond, maar... van rennen voel ik me echt fitter en dat is ook de enige manier om überhaupt iets te kunnen afvallen. Want krachttraining val ik gewoon niet af en ik weet dat je er wel van kan afvallen, maar cardio is gewoon beter. Dus eventjes rennen, echt letterlijk 5 minuten hoor jongens. Maar dan heb ik toch eventjes gerend. Het ging best goed, ik ben alleen. Ik kon wel zeg maar dezelfde afstand rennen. Zeg maar totdat ik voor het eerst ging stoppen als eerder. Dat verbaasde me. Alleen is het totale geheel als ik na 2 keer echt dat ik dacht ik ga stoppen. Want ik moet rustig ophouden. Oeh, vooral ademhaling. Vijf minuutjes is echt prima. Het doet al heel veel voor je. Het soms is waarom ik snel stop met rennen is omdat je het zeg maar... zodra je het gaat opbouwen vind ik het dus niet meer leuk, omdat je dan steeds langer moet rennen. Dus op een gegeven moment zit je op 1 kwartier en dan vind ik het dus te lang duren en dan heb ik geen zin meer. En met krachttraining, dat vind ik er chill. En je kan het opbouwen door zwaarder te gaan natuurlijk, of meer herhalingen, maar ook door het zwaarder te doen. En dan kost het je dus niet meer tijd, dat vind ik heel chill. Dus dat zou ik met rennen dan ook willen. Ja, je kan harder gaan rennen, maar het is toch anders. Maar goed. Beter dan niks, toch weer 2 andere dingen gaan aan het werk vandaag. Alleen, ik hoor dat het eten al wordt opgewarmd hierboven. Lekker. Jongens, de zon schijnt. En ik heb mijn weekvlog af. Een babbelhap aflevering af. Het is dinsdag, hè? Alleen nog even bezig met de thumbnails en de beschrijving. Maar ook daar ben ik al best wel ver mee. En het is gewoon aan het uploaden en het is gewoon af. Yes, en de zon schijnt. Ik ben een beetje moeig. Het blijft gewoon. Het is gewoon natuurlijk nog steeds november. En ik ga even snel naar buiten, want het is nu, er is nog nu zon. Ik moest eerst van mezelf afmaken. Ik heb er nog niet ontbeten, dus ik neem gewoon eventjes dit mee. Ga ik lekker fietsen naar de stad. Ik moet weer oliebollen behalen voor de video van morgen. En ik wil gewoon heel eventjes door de stad lopen. Daar krijg ik altijd energie van. Gewoon 1 keer per week dat doen, dat vind ik echt heerlijk. Ik ga nu echt naar buiten. Ik heb het echt nodig om naar buiten te gaan om energie te krijgen. Het is, ik ben denk ik om 9:30 begonnen met editen. Tot 1. Het is nu 2:30. Mijn dochter komt wel over 1 uur thuis. Mijn schoonmoeder komt ook. Dus dan ben ik iets later, want ik ga nog sporten. Maar so be it. Let's go. En dit is dus mijn andere stylist trui. Ja, december. Dus we hebben weer om diverse redenen cadeautjes nodig. Dit is wel heel leuk cadeautje. Ik twijfel nog over deze. Lekker kleine dingen zijn ook altijd handig. Oké,
Oké, eindelijk in sportschool. Als ik nu thuis kom en mijn bonus nog eens vraag wat ik heb gekocht, dan is het echt zo alleen oliebollen. Dus ik moet heel snel die hele tas beneden ergens verstoppen. Deze truc trouwens om mijn sjaal om te doen, die ik op mijn Instagram heb gedeeld, is zo goed. Echt geweldig. En dan kan je dus... Als het regent, ja, het ziet er nu niet uit, maar dan kan je dus nog zo'n kapje. Je doet gewoon je sjaal normaal zo om en dan doe je van boven naar beneden zeg maar dit er zo in, waardoor... Dus hij zit zeg maar gewoon zo als je hem omhoudt, maar je doet hem hierin. En daardoor zit hij de hele tijd vast en kan je dus een soort kapje over je hoofd doen. En deze sjaal is dan nog echt heel dik en bollig en handig, maar zelfs daar kan het bij. Oké, sporten. Laatste keer dat ik heb gesproken is vrijdag, dus ik weet het echt niet meer. Dan heb ik maandag armen gedaan, woensdag benen. Het is nu alweer dinsdag, dus ik heb al 8 dagen geen armen gedaan. Maar dat is me ook echt een soort wat te nemen, maar vandaag heb ik armen. Ik vond het wel chill als het rustig is in sportschool. Alleen als je dan moe bent, zoals ik vandaag ben, want er heeft geen mensen om je heen die je dan moet vegen. Om even door te trainen, dus super snel. Morgen 10 uur moet ik helemaal ready zijn voor wel wel. Kunnen jullie het je nu inbeelden? Ik niet. Wow, ik heb dus 8 minuten gerend zonder te stoppen op 7,5 en ik had. Wat ik had geprobeerd te doen, en dat werkt echt, is gewoon tegen jezelf zeggen van ik ga maar 2 minuten of zo even rustig opbouwen. Toen dacht ik, oh, het gaat makkelijk. Ik ga tot 4, oh, tot 5, tot 6, tot 7, tot 8. En na 8 kon ik nog steeds, maar ik wilde rustig opbouwen. Ik voelde een beetje mijn heup en mijn keel en mijn schenen. Dus ik dacht rustig opbouwen. Maar ik snap me niet, want ik ben best wel zwaar nu en ik doe nooit cardio in een sportschool. Maar ik fiets natuurlijk wel en ik loop ook wel op zich. Maar hoe kan ik dan nog zeg maar zo'n goede conditie hebben? Ik vind dit best wel goed. Maar lekker, want dit is voor mij echt het enige waardoor ik ga zweten. Het enige waardoor je echt vet gaat verbranden. Dus dit moet ik gewoon vaker doen. Plus, ik ren liever buiten, maar ik merk wel als je op de band rolt, rent. Dat je gemotiveerd bent om door te gaan, omdat die band ook doorgaat. En op straat moet je echt jezelf motiveren om ja, jezelf vooruit blijven slepen. Zeg maar een stopje makkelijker. Dus hierin heb ik dus ook weer het ding. Ga je naar 9 minuten, 10 minuten, 15 minuten. Uiteindelijk denk ik, ja, ik ga echt niet 20 minuten rennen. Dan heb ik dus geen zin meer en dan stop ik. Dus ik moet even kijken. Heb je tips? Laat me weten. Maar kijk, ik ben nooit rood na het sporten. Alleen na dit soort dingen. Oké, nu moet ik nog even olijfolie en keukenrol halen. En dan ga ik naar huis en dan gaan we alweer eten. Want het is al best wel laat. Kijk hoe lekker. Ik kom thuis en hij heeft dit al gemaakt. Tadaa. Het ziet er ziek lekker uit. En het leuke is dus, ik heb net een bakje gekocht. Ik zal het zo even laten zien. Dat we dan dus nu, we zijn met z'n drieën, dus we hebben 1 portie over. En die kunnen we dan dus invriezen. Of ik eet die bijvoorbeeld donderdag als ik dus alleen ben. Dit is een soort, wat is het? Een Buddha bowl. Echt heerlijk ziet het eruit. Kijk dan, dit is toch top. Je hebt er nog zelfs 2 helften. En dan zit hier de kip lekker in. Blijft die knapperig een beetje. En dan hoef ik alleen nog maar vers avocado erbij te snijden. Sausje eroverheen en dan is hij gewoon ready. Heel chill dit. Goedemorgen jongens. Nog 10 minuten. Stofzuiger het even aan. Maar snel het achterkantje. Nee, ik dacht zelf stofzuiger omhoog. Waar is die? Huh? Twijfel of ik een BH aan moet doen. Ik heb nu geen BH en dan heb je zo'n... En anders heb je dit. Maar ik wil niet per se tieten. Maar als ik dan zo hou, vind ik dit niet mooi. Nee. Oké, even opschieten. Oké. Het is wel heel netjes mijn haar zo. Maar ik vind het wel grappig. Als ik eraan ga zitten, gaat het misschien lelijk worden. Dus ik laat het. Soort pijpen krullen naar het nu. Ik heb het gewoon na het krullen eventjes helemaal zo gedraaid. Zo. En een clip gedaan. Dus daarom zit het een beetje zomer. Ik vind het wel leuk. Nou, 10 uur 's ochtends voor een 10 uur 's ochtends hoofd vind ik het nog meevallen. Ik heb trouwens lippenstift op. Ik heb een hele oude matte. Oh, dit is Velvet Teddy. Die kleur vond ik nooit bij mezelf staan. Ik dacht altijd dat het een beetje een roze kleurtje was, maar het is Velvet Teddy. Dat is een beetje bruin. Oh, nou, ik vind het dus wel matchen met de jurk. Nou, misschien is een iets roze tintje nog beter. Maar ik ga niet een ander testen, want ook bij dit, het is goed. Dus we gaan niet meer veranderen. En mijn gast kan elk moment aanbellen. Het is dus mijn oude Zumba-docent, die inmiddels ook heel erg goed bezig is met social media. En daar dus van leeft en zo. Dus ook een bekend iemand. Maar ik weet niet of jullie herkennen, want ze doet het allemaal in het Portugees. Maar superleuk, zin in. Mijn gast is er. Oh, we moeten nog even ons zendertje omdoen. In de vlog ziet. Hallo. Hallo. Ik had al even verteld wie je bent. Lekker, heb je alles mee? Oh ja.
Ja, ik heb alles mee. Heb jij alles gekocht? Ja. Ja, daar is jouw stash. Je moet even nog naar je briefje kijken, want er zijn nog geen echte... Is dat mijn briefje? Ja. Dit? Ja. Oh. Er staat nog heel weinig op, omdat jij alleen maar zei tomaten. Ja, maar zeg maar, meestal is het helemaal uitgebreid en heel how-to en zo. Oh ja, ik zie het. Maar je weet het uit je hoofd, toch? Ja. Ja. Ja, maar je gaat het zien. Er is gewoon niet zoveel. Dat zelfs Ilan zei van, meen je dit? Ga je installatie alleen maar maken? Ik zei, ik kan ook falafel, maar dan zijn we de hele dag bezig. Ja, maar dat kan misschien nog in de volgende aflevering. Oh, lekker jongens. Ja. Vandaag, en ik ga hier dus iets mee maken. Frituurd. Lekker. Ja, ik hoop het. Ik hoop dat je het lekker vindt. Ja, sowieso. Zo'n salade is echt mijn fave. Nou, wij gaan even onze zennertjes opdoen. Daar is jouwe. Ja, je moet me even zeggen waar die moet. Nou, ik doe hem dus ongeveer hier. Oh, dat ding moet... Ja, ik had dus eerst alleen deze, maar dat was niet heel goed geluid. Oh, dus je moet dit ding... En dan kan je deze weer ergens klippen. Helemaal professioneel, Charlotte. Ja, hè? Ja. Dan ga ik nu deze lens eraf halen en dan komt hier weer een andere lens op. En dit worden dan de zoom shots. Oh. Oké, jongens, wij gaan beginnen. Oh, je wordt gebeld. Word ik gebeld? FaceTime. Hi. Hallo. Sexy man, hoor. Zeker. Ja, goed, hè? Ja. Hoor je dat? Hallo, word ik gebeld? Nee. Je staat nu op YouTube live. Oh, je vindt hem echt leuk. Dat zie ik zo erg aan je hoofd. Ja. Leuk is dat. Oh my god, het was zo gezellig. We hebben alleen iets te lang gekletst, want uiteindelijk moesten we zo erg haasten. Het was letterlijk filmen. 1 minuut later was ze buiten en ik bedenk me nu dat haar microfoon nog bij zich heeft. Maar ik ben het weekend in Wees, dus misschien kan ik het ophalen of kan ze het opsturen. Het was zo leuk. Het is zo'n fantastische, lieve vrouw. Ze is 38, dus vroeger was ze mijn Zumba juf en ze is... Ik heb haar altijd al echt fantastisch gevonden. Ik heb haar altijd al echt bewonderd. Het is zo'n mooi en leuk mens. Het was heel gezellig. Het was wel heel erg haast. En het voelt nu alsof we helemaal niet eens gefilmd hebben. In tegenstelling tot normaal. Het is pas 1 uur. Normaal beginnen we nu pas. Ik heb nu nog een hele dag voor me, jongens. En mijn haar is het leuk. Oeh, ik ga even lekker in het zonnetje staan met haar zon. De jurk uittrekken. En even alle beelden bekijken of alles goed is. Ik ben echt blij. Het was superleuk. Zo, inmiddels is het avond en ben ik een beetje ingestort. En over 10 minuten... Komt mijn bonusdochter en H thuis. Na deze dag in de keuken opruimen en zo heb ik dus geen zin om heel lang te koken. Dus ik heb dit gerecht. Super chill. Ik hoef alleen maar eventjes de bulgur te koken. En dan de uitenfruiten met het kip gehakt. En de rest gewoon snijden en that's it. Zo, ze komen over 10 minuten thuis. Ik denk dat ze echt over 20 minuten sowieso aan tafel kunnen. Mega chill. Ik ben ook best wel een beetje ingekakt. Dus ik ben blij dat we dan toch lekker gezond kunnen eten. Maar dat het niet te veel werk is. En ik wil ook niet iets uit de vriezer pakken, want ik heb eigenlijk wel zin om te koken. Lekker makkelijk. En dan hebben we volgende week nog lekker eten in de vriezer. Er zit voorgesneden ui bij. Dus ik hoef alleen maar olie in de pan te gooien. Dit erin en na 1 minuut dit erbij. I love it. Dit is wel chill hoor. Dat je dit niet meer hoeft te snijden. Kijk hoe lekker. We hebben vandaag in Babbelhap ook al ui fijn gesneden, dus ik vind het wel even mooi zo. En ik heb dus nog zo'n bakje, dus wij zijn vandaag met z'n drieën. Dat betekent dat ik 1 portie overhoud. En die ga ik dan denk ik lekker morgen als lunch eten. Of misschien is het handig voor vrijdag, want dan moet heel altijd vroeg voetballen. En dan neemt hij vaak een maaltijdzak. En dan kan hij misschien gewoon lekker dit eten. Helemaal happy met dat meal preppen. Helemaal top. Kun je het allemaal lekker aan bakken? Even de tip van Jentel om de limoen te rollen. Dan snijdt hij, oh deze is al best wel lekker zacht, in partjes. Lekker joh. Tomaat gaat in blokjes en de avocado in plakjes. Ik zie hier een heerlijk meal prepje. Oh mijn god, geweldig toch? Alle nattige dingen en dan hier dit. Ik vind het echt fantastisch, ik ben helemaal enthousiast hierover. En het is zo snel klaar, geweldig. Oh, ik moet even afkoelen natuurlijk. En dan hebben we hier 3 heerlijke bowls. Is toch fantastisch, jongens. Heel leuk. We gaan lekker eten. I like. Ik ben helemaal blij hiermee. Top. Dit nog voor hun. Met dit. Oh mijn god, jongens. Ik zit zo erg in een hyperfocus. Het is 2 uur. Ik heb nog niks gegeten. Dus ik ga lekker een van mijn meal preps als lunch eten. Even kijken welke. Ja, ik heb niks te melden, maar ik pak toch mijn camera aan, want anders heb ik echt niets gefilmd vandaag. Vandaag was het een typisch voorbeeld van een hyperfocus ADHD-dag.
kreeg super veel comments op mijn vlog trouwens. Zoveel dat ik nog gewoon weer niet eens kan reageren op alles. Ga ik uiteindelijk wel doen. Heel erg bedankt. Super lief. Maar iemand zei ineens over de thumbnails van Babbelhap. Toen dacht ik, ja, daar heb ik ook wel over nagedacht. Zijn de thumbnails wel goed? Dus ja, mijn hyperfocus gaat dan zo aan. Vervolgens ben ik gewoon 8 uur lang bezig geweest om thumbnails te maken. Belachelijk, gestoord. Echt niet oké, maar oké. De thumbnails zien er nu veel leuker uit van Babbelhap. En voor de toekomst gaat het dan makkelijker. Maar ik moest natuurlijk eerst even goed kijken en proberen wat dan leuk is. Alsnog weet ik natuurlijk helemaal niet of dit werkt. Maar het ziet er wel een stuk leuker en overzichtelijker uit. En nu kijk ik eventjes Chantal en Tina op Videoland. Ik vind het heel leuk. Ha, komt zo thuis. Ik heb niet gesport. Niet bewogen. Ik heb letterlijk alleen maar dit gedaan. Het is echt lijp. Ik weet het. Dan heb ik dus een keertje een dagje winst in de week. Omdat ik super snel klaar was. Ga ik dit doen. Maar ja, het is ook belangrijk. Want mijn thumbnails zagen er niet uit. Ik ben ook met Kimmy ben ik ook al mee bezig. Het is echt heel leuk. Ja, het ziet er nu gewoon leuker uit. Ik denk niet per se dat het werkt. Omdat ik gewoon geen nieuwe mensen aantrek. Dus ik denk dat de mensen van mijn volgers die willen kijken, kijken sowieso wel. Maar mocht ik dan ooit nieuwe mensen aantrekken, dat het in hun overzicht oppopt, dan is de kans wel groter dat ze dan gaan klikken. Als ik het zo zie, valt het nog steeds niet heel erg op eigenlijk. Maar goed. Meer dan eerst. Nou ja, ik was blij in ieder geval. Goedemorgen. Wat ga jij vandaag van je leven maken? Ja. Niks? Oké. Okay. Hallo allemaal, het is hier zo koud. Oh mijn god, en ik heb er straks bij de... Oh, hij staat al aan. Het is nog heel koud hier. Oké, ik moet even dingen doen. Ik moet mijn fotoalbum weer even opruimen, want dit had ik nodig voor de babyshower. Ik kom echt nooit in dit kantoor. Oeh. Het is 12 uur denk ik, ik ben al best wel lang wakker. Ik heb ook alle thumbnails al af voor de feestenaflevering. Die zijn echt mega extra. En ik ga zo naar de sportschool lopen. Ik wil weer rennen en trainen dus. En beide begint over 3 uurtjes. Maar ik wil ook even mijn Most Wanted spullen terugbrengen. Ik heb dus alleen die jurkjes gehouden die ik aan heb. Oh, dat weet u nog niet. Nou, die ik dus ga dragen in de aflevering. Deze moet eruit. Dit moet allemaal terug. Ik moet die kerstpakketten eigenlijk een beetje... Ik heb alle binnenacties nu natuurlijk gefilmd, dus ik kan die kerstpakketten nu gaan ordenen. Inpakken. Dus ik heb allemaal verpakkingsmateriaal bewaard, zodat ik al die dozen kan inpakken. En dan moet ik het even een beetje netjes zetten voor bij les. Ik heb geen tape meer. Dus, ik moet eerst een lijst kopen bij de Action. Want mijn bonusdochter heeft iets heel moois gemaakt voor mijn moeder. Samen met mij eigenlijk, nou, vooral zelf. Omdat Kiekeboe dus overleden is, ik weet niet eens of ik dat nou heb verteld. Maar heeft ze Kiekeboe geknutseld en dat wil ik in een lijstje doen. Voor het 60ste verjaardag van haar dus. En ik moet tape halen. Dit pakket moet terug, dus ik ga denk ik... Oh, geweldig. Er zit zo'n plakrand. Oh, dat is echt... Dat maakt me dan echt heel blij. Het is chill. De beste vriendin van mijn moeder stuurde me net een FC Charlotte, wil je? Want zij woont in Spanje. Voor je moeder even bloemen halen en een kaartje namens mij. Dus dat ga ik... Nou, dat kan ik beter morgen, dan zijn de bloemen verser. Iedereen pakt altijd mijn plakband, waardoor ik dit nu niet kan opplakken, dit retourlabel. Dat is heel irritant. Oh, deze vloer is echt ijs en ijs en ijskoud. Niet normaal. Holy moly. Aandoen. Ik vind vrijdag dus niet echt een chille dag voor bijles, merk ik. Ik vind het gewoon geen relaxte dag. Ja, de zak van Sinterklaas was dus ook al bij ons bezorgd. Moeten we het zelf in de zak doen? Nou. Ik weet dus niet of ik nou voor mijn moeder al genoeg heb. Nou, dan denk je dat je al heel vroeg bent begonnen, maar dan is dat helemaal niet zo. Dit is dus een kerstbal. Een rituals pakketje, maar het is hartstikke klein, soort 60. Een badge. 60 kaarsjes. Ik wil niet dezelfde ding als bij mijn vader. Dat vond ik ook zo stom. En een meetlint? Ik weet niet waar. Dit hoort hier niet bij. Oh, dit hoort volgens mij nog in de zak van Sinterklaas voor de hond. Dit moet nog ingepakt. Ja, het moet allemaal ingepakt. Nou, ik snap er helemaal niks van dat ik... Oké, dan moet ik dus echt gewoon... Ik wilde echt niet naar de stad gaan namelijk.
Oh ja, dat was het. Ik had dit, vond ik heel leuk voor Harleen. Het was niet in het thema 60, dus ik twijfelde nog. Maar deze vind ik wel gewoon heel leuk. Dus dit wordt hem. Dit La Vie est Belle luchtje vind ik nog wel leuk bij mij. Maar ik wil ook echt even een soort 60. Ik kan echt niet maar een beetje wat aanklooien. Ik heb sowieso geen plakmat om in te pakken. Leuk, bedankt jongens. Oké, ik ga even verder. Bye bye. Ik ben er. Wat is dat toch? Ik ben een sportschool trouwens. Ik heb wat Insta-stories gemaakt. Dus ik heb het niet gevlogd tijdens het lopen. Dat doe ik normaal wel. Maar wat is dat toch met oude mensen? Dat als je een oud mannetje ziet met een klein kerstboompje achterop. Komen altijd mensen binnen. Zo awkward. Maar wat is dat toch als je dan zo'n oud mannetje met een kerstboompje achterop zijn fiets ziet. Dat je echt denkt, oh my god, zo schattig. Terwijl misschien is het helemaal geen aardige man. Misschien heeft hij hele slechte dingen gedaan. Maar omdat hij oud is, vind ik hem dan heel schattig. Ja, gek is dat. Oké, ik ga sporten. Oh ja, 1 kilometer was het. Ik heb weer gewoon precies 1 kilometer gedaan. Houdt het ook leuk voor mezelf. Maar, hoe heet het? Ik heb iets lager tempo. Ik heb hem op 6,5 in plaats van 7,5 gedaan. Op mijn benen. Ik ging gewoon wat langzaam, maar qua conditie ging het goed. Ja, ik ben gewoon heel moe. Heel vaak ben ik op vrijdag moe, dus mijn benen gingen gewoon heel slow. Dus ik ging iets langzamer rennen. Gewoon in het tempo wat vandaag lekker voelde, maar wel gewoon 1 kilometer. En nu begin ik net een beetje te zweten. Duurt altijd heel lang bij mij. Eigenlijk moet ik door. Maar wat ik zei, ik wil het dus rustig opbouwen. Anders ga ik er tegenop zien als ik steeds meer moet. En op deze manier had ik zelf zin om te gaan rennen. En ik ben lopend. Dus oké. Okay. Pakketje heb ik al weggebracht. Ik ga nu die lijst halen. En tape. Ik zie trouwens dat ik echt vaker rimpels heb. Boeit me niet heel veel, maar het valt me wel op. Het wordt wat slapper. Het komt zeg maar sneller en mijn kleine beweging. Wow. Ach ja. Ik moet wel zeggen dat ik nog even cardio erachteraan doe. Al is het echt heel kort. Maar even die hartslag omhoog. Even dat beetje zweet. Kijk, eigenlijk moet het echt langer. Want ik merk pas bij 9 minuten begin je echt het te voelen. En dan stop je juist. Maar het gevoel is echt heel lekker. Het is echt oprecht een heerlijk gevoel. Want mijn kracht ging wat minder goed. Ik ben dus mijn matcha vergeten. En ik ben gewoon op vrijdag altijd wat minder. Dinsdag ging ik trainen, had ik echt best wel veel kracht. Dus ik ben ook blij dat ik geen armen had vandaag. Want dan was het echt niet gelukt. Ik weet niet hoe dat precies werkt. Maar benen gingen helemaal niet super goed. Ik was helemaal niet heel erg gemotiveerd. Maar doordat ik dan en heb gelopen er naartoe en weer naar huis. En 10 minuten heb gerend. En die kracht heb je sowieso een voldaan gevoel. Dus als ik alleen maar die kracht had gedaan, had ik gedacht, ja, het ging niet heel lekker, weet je wel. En dan loop je de sportschool uit. En dan heb je dus letterlijk een blauwe lucht met zon. Ik ben gek op dit weer. Kou kan mij dus echt niks schelen. Eigenlijk vind ik regen ook niet heel erg, maar het is gewoon niet lekker. Maar dat je nu dus, dit vind ik nou een herfstdag. Bladeren op de grond. Prachtige lucht. Zon. Dat vind ik echt een cadeautje. Daar ben ik helemaal blij. Trouwens, volgens mij in de tijd dat ik zo fanatiek hard liep in Muiden. En echt voor mijn werk. Gewoon om 6 uur zo ging rennen. Ren ik volgens mij 2 kilometer. Maar was ik echt in 10 minuten ook terug. Het verschil toen is dat ik echt na 2 minuten rennen steeds weer ging lopen. Omdat ik heel erg moe was. Dus voor mij is nu eerst eventjes dat ik het heel interessant vind om te kijken hoe lang ik dus kan rennen zonder te stoppen. Maar ik denk dat het echt door die loopband komt. Weten jullie dat? Volgens mij in het echt blijven doorrennen is gewoon moeilijker. En het is gewoon verleidelijker om te stoppen. Je hebt ook natuurlijk oneven wegen. Ik heb nu ook 2 keer gerend met gewoon de helling. Geen helling, gewoon helemaal plat. Dus. Maar ik vind het gewoon leuk dat ik gewoon 10 minuten kan rennen zonder te stoppen. Daar ben ik gewoon al heel blij mee. En hier ben ik ook blij mee. Het lijkt net alsof Zoetermeer heel mooi is. Nee, dat is het niet. Maar soms heb je zo'n lekker stukje. Ik vind die koude wind nu op mijn gezicht. Vooral met dat warmer lichaam van het rennen erbij. Echt zo ontzettend lekker. Ik heb sowieso een soort van, ik hoor daar niemand over. Ik hoor niemand hier ooit over. Maar ik heb een soort van ziekte. Nee, sorry, het is geen ziekte. Het is zeg maar iets positiefs. Zodra ik koude wind voel of zuurstof, voelt het gewoon alsof ik echt, alsof ik echt 1000 keer meer leven en energie heb. Alsof ik gewoon, ik kan het dus niet uitleggen. Maar ook bijvoorbeeld als ik dan in een winkelcentrum ben waar alle ramen dicht zitten en er geen lucht is. En dan doe ik eventjes, loop ik naar buiten. Dan, oh, en dan voel ik me helemaal levendig. Of tijdens babbelhap, tijdens de opname, als ik dan heel eventjes gewoon lekker de raam open doe en even die frisse lucht. Zo lekker. Het lijkt me ook zo erg als je ontvoerd wordt en je zit de hele dag in een kamer opgesloten. Ja, heel random gedachte dit, maar dat denk ik dan wel. Of als je dus in de gevangenis zit en je mag heel weinig naar buiten. Ik hou zo erg van zuurstof en frisse lucht gewoon. Wie heeft dit ook? Maar iedereen heeft het, maar wie heeft het, zeg maar, wie snapt wat ik bedoel? Dat je echt
gewoon je helemaal gelukkig voelt. En je vermoeidheid wordt gewoon met 80% minder. En het is gewoon zo fijn. Nu stop ik weer met filmen, want als ik loop met filmen is het altijd schokkender. Maar ik hou mijn camera dus anders vast. Dus sowieso zijn mijn vlogs echt veel minder shaky, toch? En beter beeld. Waardoor je dus alles nu ook ziet. Ja. Oh ja, ik kon gisteravond dus echt totaal niet slapen. En toen bedacht ik me dat ik me... Ik neem 's avonds dus 2 pillen MSM. Dat is gewoon niet per se bewust 's avonds, maar gewoon voor het gemak. En 2 keer magnesiumcitraat. Of tauraat. Tauraat. En ik had het dus niet genomen. En toen dacht ik, ik ga naar beneden lopen. Was het dus al 2:30. En toen viel ik meteen in slaap daarna. Dus ik slaap de laatste tijd ook heel lekker. Sowieso door dat kussen van Emma trouwens. Niet normaal. Ik hoef me ook nooit om te draaien. Ik hoef me niet op te ploffen. Ik ga gewoon in mijn bed liggen. En mijn kussen ligt nog van de ochtend tot zo, zeg maar. En het ligt zo lekker. Waarom ben ik nu helemaal aan het hijgen? Maar ik denk dat ik echt heel goed slaap door die magnesium. Die van Holland & Barrett, die expert. Groen doosje, magnesium, tauraat. Ik viel meteen in slaap. Terwijl ik echt 2 uur wakker lag. En dat heb ik nooit meer. En ik neem altijd magnesium. Ja, ja, ja. Oké. Ik heb mijn pakketje dus al teruggebracht van Most Wanted. Ik ben echt lang aan het vloggen. Ik ben nog bijna thuis. En nu ga ik een lijst kopen. En tape. Ja, voor mijn moeder ga ik niks bij de Action kopen. Dus ik moet misschien morgen, voor we naar de verjaardag gaan, nog even met haar ergens naartoe. Want we moeten, hallo. We moeten sowieso die bloemen kopen. En hij zal ook nog wel iets willen kopen. Dus ik denk dat we gewoon lekker wat eerder weggaan. En nog even iets halen. Ik heb dus nog niet echt wat, omdat ik echt iets goeds wilde geven. Maar ik weet niks voor mijn moeder. Oh ja, en we moeten het lied nog oefenen. Het is echt hilarisch. Mijn vader heeft het ingezongen met autotune. Dat is trouwens grappig, want altijd als ik denk ik heb bijna geen vlogmateriaal, dan is er wel weer een dag waarop ik ineens 100 uur lopend tegen jullie aan ga praten. Terwijl ik niet meer zoveel pratend lopend zou vloggen. Hey, mijn vader had het dus met autotune ingezongen. Het is echt de grootste grap van je leven. Zal ik het even laten horen? Moet er iemand langs? Jij bent vaak ver. Ik moet er echt scheid aan gaan hebben dat als mensen langs lopen. Huis, dat zit in de genen in Nederland. Aan de waterkant. Chalet Park aan de vecht. Het is echt heel gestoord. Oké. Okay. Sorry pap dat ik dit in mijn vlog heb laten zien, maar... Oh, ik ga morgen ook wel even vloggen hoor, jongens. Heel leuk. We gaan dus met z'n kinderen plus aanhang. Mijn bonusdochter is er niet dit weekend. Die is er echt steeds niet in dit soort weekenden helaas. Maar gaan we lekker eerst bij hun thuis. Dan gaan we uit eten. En dan gaan we nog naar het theater. Ik vind dat een van de leukste dingen die er is. Die er zijn. Ik vind het theater een van de leukste dingen die er zijn. Raar, is theater meer van het theater is? Nou, dat vind ik vaag. Maar oké, ik stop nu met vloggen, want dit is waarschijnlijk niet heel chill beeld. Ik ook blij van kan worden als ik een tas mee heb, zodat ik geen tas hoef te kopen. Jee. Zo, even heel snel een broodje. Die had ik vanochtend al eten, maar moest uit de vriezer. En natuurlijk heel lang om te ontdooien. Dus ik had alleen een banaan en een skier. Het is 3 uur, dus mijn bijles begint bijna. Dus ik ga even heel snel dit lekker opeten. Het is alleen maar yoganese, avocado, tahin, zoutpeper. Want ik heb niet zoveel in huis en geen tijd. Ach nee, het is ook niet slecht. Soms is bijna. Hallo mensen, ik ben een beetje vergeten om te vloggen, maar we zijn bij mijn ouders gearriveerd. Dus, daar gaan we nu naartoe. Ik moet nog even snel kaartjes geven. Mijn vriendin heeft mijn moeder uit Spanje had gevraagd of ik voor haar dat wilde doen. Dus heel heeft hele mooie bloemen gekocht. Ik moet haar even wat kaartjes geven. Dat is mama's auto. Oh ja. Dat is mama's auto. Oh ja. Dit is mama's auto. Oh ja. Dat is mooie bos bloemen. Het is van Miriam. Dus moet even zien wat voor taart. Oh. Heen. Heeft haar dus uitgekozen? Nou. Die gaat ze super mooi vinden. Taart. Dat is lekker. Dat is echt leuk. Heerlijk. Oh, is het chipolata taart? Wauw. Mooi. Ja, de fles dan uiteindelijk. Mama heeft al die 60 jaar dingen van papa gerecycled. Ik
film is haat, alleen maar op zijn broek. Dus iemand commentte laatst van, wat over zijn broek iets van... Volgens mij heeft hij alleen maar lichtblauwe en witte broeken in zijn kast liggen. Echt lang geleden dat we deze taart hebben gehad. Wow, ik ben echt blij dat ik deze camera mee heb. Mooi. Ik hoop dat we er allebei niet waren. Lang zal ze leven. Lang zal ze leven. Hoera! Hoera! Dat was het lied. Dat hebben we speciaal voor jou geschreven. Mooi, hè? Gezellig dat jullie hier allemaal zijn. Heel lang hebben gewerkt. Oh. Super dat Barbara hier heeft opgehaald. Ja, leuk. Ja. Teddy? Nee, hij wilde... Stout. Nee, hij wilde stappen. Nee. Ik weet vorig jaar met kerst. Hij wilde weg van de bank. Weet je nog dat toen in Zoetermeer kerstmis vierde met mama en Inger? Ik ben zo blij dat we dat gedaan hebben. En toen was dus mama mee op de... Dus dat doen ze wel goed. Ik weet nu hoe ik dit moet maken. Van de badkamer. Nee, dat denk ik dan ook. Oh, lekker. Wist je dat ik dit onthouden? Oh, ik neem nu ook die grote pot, hè? Oh, jongens. Jeetje, wat lekker, joh. Hoe weet je dat ik dit zo lekker vind? Nou, dacht ik eigenlijk te denken. Ja, dat was te denken. Ik vroeg me ook af hoe je dat is. Jee, wat lekker. Ik zei zeggen heel geen hazelnoten, geen pindas. Nu zegt mama geen hazelnoten, geen pindas. Ik ken jullie mensen goed. Ah, met een vogeltje. Ja, vond ik leuker dan een 60 kaart, maar je hoeft niet per se hard op voor te lezen hoor, mijn kaart. En dat jij mij kreeg toen je zo oud was als ik. Hoezo? Plak jij die tape waar je mee kan kopiëren? Ja, want iedereen mijn plakband steeds pakt, dus ik had alleen deze. Dit is een kopieertape. Hij denkt dat Teddy ook aan het was is. Oh, heeft ze dit gemaakt? Oh! Oh. Ja, kan er niet zijn die zijn handen. Dit vind ik echt zo bijzonder. Waar zie je dan? Oh. Ja, dan wist ik dat mama dat heel leuk zou vinden. Dus heeft ze dat knap Ze heeft zelfs haar knuffel geknipt om rode stofjes te krijgen. Dat was een idee van haar. Robin. Sjoerdje, mooi zeg. Oh. Heel mooi, Sam. Heel mooi. Ongelooflijk. Wat veel betekenis zit hierin. Ja, vind ik dus ook. Oh, ze hebben een fantastische boek. Daarom hebben we hem in een lijstje gedaan, want dan kan je hem ook echt... Mooi plek. Ja, hier. Mooi, hè? Jeetje! Ja, ook echt geweldig. Oh! Dat is het leukste cadeau. Echt? En wat heb je erbij geschreven? Ik vind hem heel mooi. De kast vol. Is dit een nieuwe soort lijn of zo? Oh. Wat is dat? Kijken. Maar expres een klein setje. En niet over datum of zo, zoals bij papa blijkbaar was. Die van papa had ik speciaal voor hem bewaard, maar blijkbaar had ik het al 2 jaar bewaard. Die groene set, dat bestaat niet meer. Je hebt ook mij. Mooi. Voor wie heb je dat? Achter half 9 komen ze Teddy even uit. Wat lief! Oh. Voor de kerstboom, echt mooi. Ik heb heel veel vogeltjes.
Maar niet een pauw. Maar deze is echt mooi. Oh, kijk Robin, voor een kerstboom. Uitje. Mooi. Oh, kijk wat lekker, Dame. Het is gewoon leuk. Dit is voor mooi allemaal. Nee, dat zie je aan het set. Ja, en ik weet dat je niet houdt van dingen die niet echt goud zijn, maar dit is zeg maar van mijn webshop geweest en dan van de duurste lijn met echt een laagje zilver eroverheen. Dus het is echt goede kwaliteit. Ja. Wat is dat? Die hoort er niet in. Wil je die ook? Huh? Kijk, die zat nog in het zakje, die hoort helemaal niet. Die hoort er helemaal niet bij. Nee, wil je die? Oh, dan mag je die ook hebben. Mazzelaar. Het is allemaal maan. Voor mij gelijk het jaar dat langzaam uit zou horen. Zat nog in het zakje. Ja, dit is van Ala Collection. Dus echt met een laag goud. Ja, nu wel. En het is groen, hè, man? Is dat zo'n toverbal met kauwgom erin? Ja. Lekker. Je moet even lezen waarom ik dit heb. Dit is prachtig. Oh, mooi is het, Charlotte. Ja, het is echt heel mooi. Die doe ik woensdag aan, oké? Okay? Want I love you to the moon and back. En ter nagedachtenis aan Kiekeboe, die nu in de hemel... Bij de maan en sterren is. Hele lieve huispoes. En de K van Kiekeboe. Oh, dat ligt, is nog een ander pakje. De K. De K. Die bewaar ik tot ik 80 ben. Want, ja. Zeker. Ja, is vaak zo. Daar is dit de K van Kiekeboe? Is dat ook een kettingje of zo? Ja. Die kan ook gewoon tegen water. Echt? Ja. Mooi is het? Doen meestal mensen dit dan als ze bijvoorbeeld pakjaaien? Net meestal kinderletter of zo. Rieke heeft deze ook met toen Yara geboren werd. Echt? Ja. Die is nog steeds mooi nu na 4 jaar. Dat is er even bij. Weet je, echt mooie kleur dit. Een beetje groenblauw. Ja, het is echt helemaal jouw kleur. Leuk is dat Teddy die krijgzaam steeds boven... Hij weet dat er boven is op de aarde. Ja. Dat er allemaal dingen liggen. Ik had eigenlijk niet zo'n boel. Maar hoeveel is er in Nee, joh, ik heb niks hier. Wat ga je doen? Iedereen wil dit. Kijk, lekker. Jezus, man. Ik wilde ze voorgerecht, maar ik wilde dus deze. Dus die gaan we lekker delen met z'n allen. Partij met tofu. Mooi. Is dit ook meteen je bord of krijg je een bord? Je krijgt nog een bord. Daarom zet ik een website op. Mooi hoor. Next stop. Oké, okay, next stop. Last stop. We gaan nu naar het Theater de Meervaart. Lekker druk dagje. Lekker haverkapu. Zo blij dat ze het hebben. En je kan lekker chocolaatjes bakken hier. Maar die gaat mijn tas in. Ik weet niet wat hier nou in de zakjes zit. Zo leuk, zo'n appeltje uit met je ouders en zo. Echt mega gezellig. De voorstelling gaat beginnen, dus ik ga. Eindige stroom betekenisloze bestanden die door anonieme handen in zijn hoofd werden gestapt. 17 jaar. Ik kreeg me bijna niet voorgesteld. Maar meneer Bordaas stond al die tijd onvrijwillig blootgesteld aan een steeds strenger stramien. Je ne comprends pas, tout un prix, tout un prix, n'a pas ça. C'est ridicule et long, c'est quoi la prix et long. Et il connaît le prix de tendre, combien coûte ton cœur. Est-ce qu'on est inutile ensemble, inutile. Net van het leven, maar hoe die Martha dan nog steeds vertrekt. Ja, van de geuren was ik niet per se heel erg fan. Maar dit vond ik toch zo leuk, dus ik heb wat besteld. Ik kreeg dit stickervel erbij. Love Monica trouwens. Ze had mijn story gerepost van de Masked Singer. Ik was helemaal blij. Ook dus die minietjes van de parfum. Kijk wat ik heb besteld. Ik lees net dat er geen thee in kan. Het is keramisch, dus het wordt heel heet. Maar het is echt heel leuk voor koffie. Ik moest het bestellen. Het stond net online. Ik dacht, ik neem het. Ik ga het gewoon bestellen. Deze kan dus niet in de vaatwasser, las ik ook net. Oh. Ik vind het heel mooi, heel leuk. Dat kan je ook zo op elkaar stapelen. Super mooie doos, echt geweldig voor onder de kerstboom. Oh, ik wist niet eens dit logo, joh. Ze dat hadden. Die verpakking is alleen al heel duur. Is toch tof? Is toch leuk? Ik dacht, ik bestel het gewoon, jongens. Ik vind het heel leuk voor koffie ook, voor een cappuccino. Ik vind het echt een... Ik vind het ook heel leuk voor een cappuccino, zo'n maatje. Of een matcha.
Oh, ik heb echt vitamine C nodig. Hierbij denk ik altijd aan de hockey. En aan dat de tandarts zegt dat het heel slecht is voor je tanden. I know, maar lekker. Ik heb havermout met pindakaas en zout. Pindakaas van de Lidl met stukjes. Heel lekker. Echt super lang niet gegeten havermout. Maar van die grove. Ik heb hier echt zin in. En ik vind de kop heel leuk. Maar er stond al thee kan niet. Want dan wordt hij te heet. Maar als je dit met 60 graden in je melk hebt geschuimd. Kan je dit bijna niet vasthouden. Dus ja. Voor dit bedrag had ik het wel leuk gevonden. Als het gewoon. Als je hem gewoon goed kon vastpakken. Nu kan ik hem net vastpakken. Maar ja, ik vind ze wel heel leuk. Mijn leven is compleet. 2 keer gehaald. Tot de story van Monica Geuze. Olé! Jongens, ik ben echt een fangirl. Maar ik heb haar serieus al sinds... Ik ben echt een stalker. In 2021 stuurde ik haar al reacties op haar verhaal. Maar ja, ze opende het nooit. Natuurlijk. En ineens, vrijdag ging ze mijn Masked Singer ding reposten. En dit. Dus mijn leven is nu gewoon compleet. Ik ben nooit een fan van iemand behalve Monica. Want zij heeft zoveel scheid aan de wereld dat ik gewoon haar zo geweldig vind. Oh, lekker. We sluiten de week weer af met HelloFresh. Het heeft hagelen. Ziet er heerlijk uit. Wat is het? Curry met kikkererwten? Spinazie? Feta? Pita? Yoghurt? Lekker. Heerlijk. Pushy. Lieve mensen, bedankt voor het kijken naar deze weekvlog. Reageer vooral weer net zoveel als bij de vorige weekvlog, want ik vond het echt fantastisch. Ik ben nog steeds bezig met antwoord geven op jullie reacties. En al werkt het nog niet voor de view, verbetering, vind ik het wel echt super leuk en super lief. Dus ik had echt veel meer duimpjes, veel meer reacties, dus heel erg bedankt daarvoor. En ik zat net te kijken, en voor Bubble Hub heb ik al 10 data staan met bekende mensen. Zo leuk voor seizoen 2. Ben ik echt heel blij mee. Heel veel zin in. En ja, volgende week hebben we Sinterklaas natuurlijk. En ga ik filmen met een oude YouTube-vriendin van mij. Dus, oh, doei poesie. Daar ben ik heel blij mee. Ik zie jullie volgende week weer. Oké, bye.